16, eigen klasse 10 jaar. De rijrijders, hè. Rinkbeer maakt een goede start. Plaats 2, 3, 4, 5 gewisseld. Vervolgd door Mark Heesakkers. In de derde plaats is een ander van Glenn van Bergen. In de vierde plaats van Pieter Pitt. En dat zijn de mensen die de eerste match doorgaan naar de finale. Dan verder het match zelf. Vier rijders. En dan gaat wederom iemand van de eigen vereniging een goede start maken. Wie nou rijdt erop? Die hadden drie rijders naar de finale, dus naar de halve. Daar rijdt de leeg finale. Mooie sprong. En nog een mooie sprong. Dat is de laatste nummer die zien van de vier. Met nummer 43, Rody van de Heuvel. Dino wint makkelijk, gevolgd door Rody. Ook hier in Zijnen. Verder een nice vader. De 7 rijders aan de start, eigen klasse 11 jaar. Denk finale. Ja, Romano is over de eerste goal. Dat er net gezeten dat iemand van de rijrijders, denk ik. Normaal wordt op de huur gezeten. Nummer 13, eigen klasse 10,5 jaar. Dijkman van start. Die komt aan jou, zit er goed naar beneden. Een hele mooie roze die zelf. Hier zijn de meiden, zijn erg goed vertegenwoordigd. Allemaal meiden. Baby of 2, Anja of 1. De volgende door Femke. En die wint Anja makkelijk. Dan gaan we verder met de eigen klasse 12 jaar. Hier zie ik geen dames. De dame. Hier is Amazon de zwaar vertegenwoordigd. Roland gaat er goed vandoor. Mooi start. Vervolgens van Max. De tweede van de homo's. De eerste. Met Palau zoals hij. Nou, hier wordt Roland afgetekend op kop. Vervolgens van Max. Vervolgens van Daniel. En daarachter Niels. Er blijft er één over, dat is makkelijker voor mij. Dat is Boyd Koemans. Hier wordt ook geen finale gereden, dus de uitslag telt hier echt. Dan gaan we verder met match nummer 15. Eigen klasse 14 jaar. Ik ben een blad te ver.
Dion van den Heuvel, achter tegen de reis. En ja, ik krijg net te horen dat er gewoon damesklassen zijn. Wist ik al aan het niet, sorry voor dat. Hier staan drie dames aan de start. Die gaat gewoon wel zien als de hazenwinter geboren. Vervolgens door Daisy Hall, de derde Kelly van de Kamp. Nou, eens kijken of deze er nog bij kan komen. Motten rijdt voorlopig goed, stabiel voorop. Kijk of deze er nog bij kan komen, dat is zo te zien in de route. Die kennen van Kelly nummer 3. Gaan we verder met race nummer 17. De 14 jaar en ouder. En die hebben rente gevoerd. Mooie sprongen, jawel. Eén twee keer mooie sprong. Rens en Danny van Doesburg van plaats 1 en 2. Hier gaat van Reno van der Lees. En Sam Roemendaal voor de halve finale plaatsen. Match 18, ook eigen klasse 14 plus. Kijk weer dat zo snel uitkomt in de top. Hier gaat Stefan wel naar de gaten gewonnen. Ik heb het natuurlijk wel, want ik kon het zelf nog afgevonden. Ja. Je had het erg afgetekend vandoor, mooi sprong. En de gang gaat eruit, want wij rijden verder los. Tweede plaats Jean Rapp. En met 4.23 Ruud Reigers. En 1.23. En op de vierde plaats van Robin. Dan willen we het lijstje met 19. Hier komt de eerste rijder Arjan. In afgetekende kop. Toch wel even aan moeten zetten om naar de eerste plaats te behouden. Zit op de nek van die gezeten dat Dylan van Doesburg. Ja, gaat er nog iemand voorbij, jawel, jawel. We hebben een beetje opgelopen aan de voor de finish. Match nummer 20. Eigenlijk was de cruisers. Heb je heel veel staat? Jawel, heel mooi. Drie springen in de eerste bundel. Van terug van de Gelder Malsen. Jawel. Mooi opgelopen. Hier was Timmy Voorman op kop. Vervolgens de John van den Heuvel. Naar de